Dag beste broeders en zusters in de Heer Jezus, beste vrienden die samen met ons dit maandelijkse parcours over de vrijheid willen volgen. En vandaag gaan wij samen mediteren over de inleiding van februari van ons Lectio Divina. En het heeft als titel Innerlijk vrijheid op de proef gesteld door zijn belagers, kwaad, zonde, passies. En zoals ik vorige keer heb gezegd, wij gaan niet alles kunnen bespreken en daarom is het handig als u het compendium van Lectio Divina in handen hebt. En in januari vorige maand zijn wij begonnen met dit thema over de vrijheid en wij zagen dat vrijheid een geschenk van God is. God heeft de mens vrij gemaakt. Hij heeft ons de vrijheid geschonken, maar tegelijkertijd zullen wij die vrijheid moeten verdienen. En we hebben ook gezien dat voor ons christen de vrijheid verbonden is met de waarheid. En in de vastentijd, die nu pas begonnen is, de vastentijd is een gunstige tijd om die waarheid te benaderen, de waarheid die Jezus zelf is. Maar het probleem is echter dat de moderne mens een willekeurig vrijheid wil. Een vrijheid zonder wet. En het is niet mogelijk voor ons christenen de vrijheid beleven zonder een relatie met de waarheid. Een relatie met God, met de geboden van God, met de wil van God. Dat is niet mogelijk. En dit thema van vrijheid, die verbonden is met de waarheid, is belangrijk, kan helpen, is het belangrijk voor deze vastentijd om tegen de vijanden van onze innerlijke vrijheid kunnen leren strijden. En dit is het thema van deze inleiding, innerlijke vrijheid op de proef gesteld door zijn belagers, kwaad, zonde, passies. Dus er zijn drie soorten van belagers die onze vrijheid kunnen bedreigen. Drie soorten van vijanden tegen onze innerlijke vrijheid. Kwaad, zonde, passies. Ze zijn de vijanden van onze innerlijke vrijheid. Dus in deze tijd van pandemie, van coronavirus, wij ontdekken dat kwaad, zonde en passies, zoals virussen zijn, die elke dag duizenden mensen doden. En de kerk geeft ons drie geneesmiddelen die ons helpen deze vijanden van onze zielen te bestrijden. Welke zijn deze drie geneesmiddelen? Gebed, vasten en almoezen. En dat komt terug elke 40 dagen tijd. Dus gebed, vasten en almoezen, ze zullen ons helpen deze drie belagers, drie vijanden van onze innerlijke vrijheid, te verminderen of zelfs doen verdwijnen. En in de bladzijde 111 lezen wij: wat is het dan dat is schadelijk kan zijn voor onze vrijheid als kinderen van God? In zijn uitleg over de parabel van de zaaier waarschuwt Jezus ons voor het risico dat wij ons de gaven die wij van de Schepper ontvangen hebben, laten ontfutselen door drie giftige tegenstrevers. Satan, ons oppervlakkige ego, en de geest van de wereld. Dus drie vijanden die ons kunnen doen afwijken van ons doel, als wij niet waakzaam zijn. Satan, ons oppervlakkige ego en de geest van de wereld. En we lezen verder. De heilige evangelist Johannes herinnert ons eveneens aan de drie begeerten die in deze wereld werkzaam zijn om de ontvangen gaven te doen ontsporen. Het begeren van de lust en het begeren der ogen
en de hoogwaardij van het geld, het komt niet van de vader, maar van de wereld. Om die reden staan tegenover deze drie begeerten de drie evangelische raden: armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. Zoals zij in de levende traditie van het Godgewijde leven beleefd en beloofd worden als drie positief christelijk deugden van de christelijke strijd en de innerlijke vrijheid. Drie begeerten en drie evangelische raden die de geneesmiddel zijn tegen begeerten. Deze geneesmiddelen zullen ons helpen om deze neigingen in ons te handelen. En we lezen wat heilige Paulus zegt. Alles is geoorloofd. Ja, maar niet alles is heilzaam. Alles is geoorloofd. Ja, maar niet alles is dienstig. Niemand zoekt zijn eigen voordeel, maar dat van zijn naaste. Niet alles bouwt op. Niet alles is toegelaten. De waarheid, de liefde, bouwt op. De zonde doet ons afweken van ons goede doel. En Paus Franciscus spreekt met zijn geïnspireerde pastorale woorden over dit innerlijk probleem als een kleine Judas in ieder van ons. En wij lezen in de bladzijde 112. Paus Franciscus diept een kleine Judas op in ieder van ons. Laten wij denken aan de kleine Judas die ieder van ons binnen in zich heeft. Ieder van ons heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen trouw en eigenbelang. Ieder van ons heeft het vermogen om te verraden, te verkopen en te kiezen voor eigenbelang. Judas, waar zijt gij? Judas, waar ben je? Deze vaste tijd kan een gunstige tijd zijn voor ons persoonlijk bekering. We zouden meer naar onszelf kunnen moeten kijken, om deze kleine Judas in ons te herkennen. Wij zijn uitgenodigd om onze eigen fouten te herkennen om Gods genade te kunnen ontvangen, zodat wij ook die genade aan anderen kunnen doorgeven. Dus meer naar onszelf kunnen kijken om deze kleine Judas te herkennen en onze fouten te herkennen tegen God. En zo kunnen wij ook zijn barmhartigheid, zijn genade ervaren. En in de bladzijde 112 lezen wij verder. Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en het evangelie, zal het redden. Dus de genade om zichzelf te verloochenen is heel belangrijk om de ware vrijheid te beleven. En wij lezen het evangelist Marcus wat Jezus zegt. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Deze voorwaarden dat wij onszelf moeten verloochenen om Jezus te volgen, wekt bij ons niet veel verlangen op. Want niemand wil verliezen. Dat is het probleem. Wij willen alles hebben. Alles in de wereld, alles in de hemel. Iedereen wil verlossing, het eeuwig leven, maar ook het aardse leven. Maar degene die een waarde iets te verliezen, zullen in vrijheid groeien. En het is daarom dat heilige Paulus zegt aan de Filippenzen, en wij kunnen het lezen in de bladzijde 116 van ons compendium. Ik heb geleerd in alles omstandigheden mijzelf genoeg te zijn. Ik weet wat armoede is. Ik weet wat overvloed is. Ik ben volledig ingewijd. Ik kan volop eten en ik kan honger lijden. Ik ben vertrouwd met overvloed en met gebrek.
Alles vermag ik in hem die mij kracht geeft. Willen wij niet deze innerlijke vrijheid hebben als Paulus? Paulus zegt, ik kan op dezelfde manier leven in overvloed en armoede. Dus door het ontzeggen van onze passies, van onze neigingen, van onze vleeselijke verlangens, worden wij vrij. Het is een goede oefening, niet alleen voor de 40 dagen tijd, maar ook elke dag van ons leven. En naar dit voorbeeld van Paulus, diaken George, onze stichter, citeert ook andere voorbeelden. Wij kunnen het in bladzijde 117 lezen. Epictetus bijvoorbeeld onderscheidt twee categorieën tussen alle dingen van de wereld. De dingen die uitsluitend in onze macht liggen. Gedachten, meningen, beslissingen, bewegingen, verlangens, neigingen, aversies. In één woord, al onze handelingen. En de andere dingen die niet in onze macht liggen. Zeg eerst tegen jezelf wie je wilt zijn en doe dan wat je moet doen. Wat mensen lastig maakt, zijn niet de dingen, maar het zijn de oordelen die ze over de dingen maken. Dus hier zijn enkele sleutelwoorden die belangrijk zijn en ons kunnen helpen om beter te reageren en ons beter te gedragen als christenen, als vrije mensen. En we lezen verder. Viktor Frankl, een Joodse psycholoog, gevangene in een nazi-concentratiekamp, was een groot voorbeeldig getuige van de kunst om vanuit zijn innerlijk leven te leren aanvaarden dat bepaalde toestanden onmogelijk te veranderen zijn. In zijn werk De Zin van het Bestaan merkt hij op. Voor deze mensen blijft de mogelijkheid bestaan om zich terug te trekken uit die vreselijke omgeving om een toevlucht te zoeken in een domein van geestelijke vrijheid en innerlijk rijkdom. Dit is de enige verklaring voor de paradox dat mensen met een fijnere constitutie soms het leven in een concentratiekamp beter aankunnen dan mensen met een robuuster karakter. Het verlangen naar humor, de poging om dingen in een grappig perspectief te zien, is een nuttige truc voor de levenskunst. De mogelijkheid om ervoor te kiezen om het leven als een kunst te beleven, zelfs in het midden van een concentratiekamp, wordt gegeven door het feit dat het leven daar zeer rijk is aan contrasten. Deze woorden kunnen ons helpen om beter te leven en onze innerlijke vrijheid te vinden. En we lezen verder op de bladzijde 121 wat Paus Franciscus zegt. Paus Franciscus, die commentaar gaf op de dubbele zonde van koning David, zegt: wat bij hem de bovenhand houdt, is deze superkrachtige antropologische visie. Ik kan alles. Dit is de houding van wereldse gezindheid. Hetzelfde kan ons overkomen als wij het gevoel van het koninkrijk van God verliezen en bijgevolg het gevoel van zonde. Het feit van alles willen en mogen is een verkeerde vrijheid en deze valse vrijheid kunnen wij tijdens deze vastentijd ontmaskeren. Wij moeten de verkeerde vrijheid niet meer ons toestaan.
en koning David onderging een grote vernedering nadat hij zijn zonde had erkend. Maar op deze manier ontdekte hij de vrijheid in God. Ontdekt hij de ware vrijheid. En het is ook een goede oefening voor ons tijdens deze vastentijd om ons te vragen: wat zijn deze verkeerde vrijheden die ik moet ontmaskeren om mij te bekeren en mezelf nooit autoriseren? En verder zegt Paus Franciscus in de bladzijde 123: in een wereld die vaak hard tegenover de zondaar is en achteloos slaap tegenover de zonde, is het nodig een sterk gevoel voor rechtvaardigheid te kweken en naar de wil van God te zoeken en die te verwerkelijken. In een cultuur van de onverschilligheid, die uiteindelijk niet zelden meedogenloos is, moet onze levensstijl vervuld zijn van erbarmen. We mogen verifiëren of wij soms niet zo zijn, zacht voor de zonde en hard voor de zondaar. Wat zijn deze valse vrijheid die ons van God wil doen afwijken? Wij zullen moeten weten hoe wij de passies die op ons inwerken moeten noemen, niet om ons te ontmoedigen, maar om te zien hoe wij moeten vechten, hoe wij moeten reageren met goede geestelijke wapens. En verder gaan wij lezen wat heilige Efraïm zegt over deze strijd tegen de innerlijke hartstochten. In bladzijde 124. De diaken en kerkleraar, de heilige Efraïm, beschreef met verrassende precisie de strijd die men moet voeren tegen de slavernij en de gewoonten van innerlijke hartstochten. Aan het begin van de 40 dagen tijd zijn deze woorden verbazingwekkend realistisch voor de toestand van de zondaar. In plaats van ons te kwellen, kunnen zij ons helpen terug te keren naar de bekering, de metanoia van boetwaardigheid, de gewoonten van hartstochten in een wreed en dodelijk ding, omdat zij de geest met bijna onlosmakelijk boeien, kluisteren, binden en bestoken. En van deze boeien houd ik juist. Ik steek mijn handen ernaar uit, omdat ik ermee graag mee bezighoud. De hartstochten zijn dingen die mij van God zullen verwijderen, maar dat doet mij genoegen. Ik doe dat graag, ik heb dat graag. En we lezen verder. De vijand vernieuwt mijn boeien elke dag, omdat hij ziet dat hun verscheidenheid mij bekoort. Maar de bedrieger zorgt er wel voor dat ik mij zou hechten aan die mij niet aanstaan. Het is altijd met degene van wie ik hou dat hij mij vastbindt. Hij kent inderdaad al de onstuimigheid van mijn verlangens, alle levendigheid van mijn passies, en sneller dan de blik werpt zijn hand mij de boeien toe die hij wil. Dus ik zucht, ik huil, ik kreun, o schaamte, o verwarring. Deze boeien die mij omknellen, heb ik uit mijn eigen vrije wil aangelegd. Ik zou kunnen breken, ik zou mezelf in een oogwenk van hun omknellingen kunnen losrukken, maar ik wil het niet. De lafheid die in mij alle energie heeft verbrezeld, houdt mij onder het juk van de passies, die door gewoonte voor mij natuurlijk worden en eigenzinnig maken.
Maar wat het meest vervelend en ondraaglijk is, wat bijdraagt tot mijn schaamte en mijn pijn, is dat ik aan mijn vijand de hulp van mijn wil verleen. De boeien die mij binden, heb ik van hem ontvangen. Deze passies die mij doden, maken hem gelukkig en geven hem plezier. Ik zal mezelf van deze gebondenheid kunnen bevrijden en ik wil het niet. Het is gemakkelijk voor mij om mijn vrijheid te herwinnen en ik heb er geen belangstelling voor. Dus het meest beschaamde van dit alles is dat ik de vijand alles bied. Dat hem alles in handen speel om mijn leven te verliezen, mijn vrijheid in God. En hier moeten wij Gods genade vragen, de haven van de Heilige Geest vragen. We hebben de haven van de Heilige Geest nodig om het kwaad te bestrijden, om de zonde in ons te bestrijden. En we lezen verder. Ja, ik bevestig het. Van alle omstandigheden is de meest betreurenswaardige, de meest vernederende, die van een man die gedwongen wordt de wil van zijn vijand te vervullen. Ik ken inderdaad mijn boeien, ik voel ze, en toch werk ik er elk uur verder aan om het schouwspel te verbergen voor de ogen van anderen, door het te verbergen onder de mantel van vroomheid. Maar mijn geweten beschuldigt mij en geeft mij elke dag de schuld van mijn zwakheid. Ongelukkige, waarom ben jij niet nuchter en ook niet waakzaam? Weet je niet dat de verschrikkelijke dag van het oordeel nabij is? Dat dit geduchte moment eindelijk is aangebroken, waar alle sluiers moeten vallen. Sta op in je kracht, breek je boeien. Je hebt in jezelf de kracht om te binden en los te maken. En hier is het probleem. Ik realiseer mijzelf hoe ik moet werken voor mijn vrijheid, door te vasten, door te bidden, maar ik wil het niet. Ik laat het voor later. Er is geen haast. Ik werp over mijn lichaam een prachtig kleed van religie en vroomheid. En mijn ziel is verwelkt door beschamende gedachten die haar geboeid houden. Buiten, onder de ogen van andere mannen, doe ik mij voor als iemand die vurig en ijverig naar deugd streeft. Maar binnenin lijkt een woest beest, een triest beeld van mijn losbandigheid te brullen. Ik heb liefdevolle en lieve woorden op mijn lippen, en toch zit er in mijn wil alleen bitsheid, bitterheid en verdorbenheid. Nee, boetedoening heeft nog geen diepe wortels in mij geschoten. Er is nog steeds een verderfelijke zachtheid in mijn hart. Ik ben slaaf van mijn lafheid en onderdanig aan de wil van mijn vijand. Ik haast me om alles te bereiken wat hem zou kunnen behagen. Maar de hoop op berouw is mijn verwachting. Ik stel mijn verwachting op de hoop van mijn boetedoening, de genade van hoop. We hopen dat wij, nadat wij hebben geleerd afstand te nemen van onszelf, de ware vrijheid zullen vinden. Want de strijd maakt deel uit van het leven van een christenen. En we zijn geroepen om in de hoop te blijven. Dus mogen de Heer ons in deze 40 dagen tijd de genade schenken om deze boete te beleven.
Een boete die tot innerlijke vrijheid leidt. Dank u voor uw aandacht. En volgende keer gaan wij mediteren over de inleiding van maart van ons compendium van Lectio Divina. En wij blijven zeker in het gebed verbonden, in Christus verbonden.